Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rosette en Cyber Media World. Dames en heren, welkom in Rosette. Rechtstreeks bij Grote Dicté der Nederlandse Taal. Een hele goede morgen, dames en heren. Welkom in deze toch wel drukke zaal in het auditorium van Rosette voor de herstart van het Groot Dicté der Nederlandse Taal. En om te beginnen heb ik meteen een vraag voor jullie. Wie hoort er het verschil tussen ei en ei? Nee, niemand. Hè? Waarom schrijven we dan konijn met een lange ei en trein met een korte ei? Of waarom hebben we jarenlang koninginnedag gevierd zonder tussen-en, maar hebben we wel koninginnensoep gegeten met een tussen-en? Spelling is lastig, spelling is een klus. Maar spelling kan ook een spel zijn. Sinds 1990 organiseert de Nederlandse Omroep het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Later kwam daar de Vlaamse Omroep nog bij. Al die jaren is het gepresenteerd door Philip Freriks. Wij gaan hem straks weer zien, want er is een herstart van het Groot Dicté in Haarlem. Dit keer niet op de televisie, op de radio, niet op de Eerste Kamer, maar vanuit de bibliotheek in Haarlem Centrum. 27 jaar lang het Groot Dicté der Nederlandse Taal. En ik denk dat jullie allemaal hebben meegeschreven om te zien hoe goed of minder goed jullie waren in het beheersing van het correct schrijven van de Nederlandse taal. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik had altijd de grootste moeite met de woorden die ik niet eens kende, laat staan, dat ik wist hoe ik ze moest schrijven. Dus ergens was ik wel blij dat er in 2017 een pauze was. Desalniettemin ervoer ik het wel als een gemis. Ik miste het dicté. Hebben jullie dat ook? Ja. Het is dankzij Frits Spits dat het dicté weer terug is en dat we daar vandaag nu aan mee gaan doen. We vinden het heel spannend. Ik heb, voordat we straks met z'n allen het dicté gaan maken, dan schakelen we over naar Haarlem, nog een aantal regels. Wat moet je in acht nemen wanneer je het dicté gaat maken? Ik heb hier, dit is ook wel leuk trouwens, wat ik hier in de binnenzak heb. Het dicté. En ik moet zeggen dat niemand dat wist, zelfs thuis niet. Daar krijgen we nog ruzie over, denk ik. Afijn, aanwijzingen voor het dicté. Goed om te weten. Ook goed om te weten is dat straks degene die het minste aantal fouten maakt een fantastische prijs krijgt. En wie dat niet heeft, mag in ieder geval het schriftje en de pen mee naar huis nemen. Bij de beoordeling van het dicté, want dat is natuurlijk even belangrijk, heel serieus, geldt de laatste editie van het groene boekje. Komt een dictéwoord daarin niet voor, dan geldt de spelling aan van het woord zoals die is vastgelegd in de grote vandalen van 2015. Alle cijfers en getallen die in het dicté voorkomen, moeten in cijfers worden geschreven, met uitzondering van een woord als 11 in 11 stedentocht. Aan het eind van een regel mogen geen woorden worden afgebroken. Er mogen geen afkortingen worden gebruikt. Leestekens worden wel gelezen, maar tellen niet mee in de beoordeling. En heel belangrijk, de titel van het dicté moet boven het dicté staan. Als het er niet staat, twee fouten. En ook de naam van jezelf op het schriftje zetten, want anders weten we straks niet wie er gewonnen heeft. Dat zou ook zonde zijn. Dat zijn de regels tot dusver. Nou, even kijken. We zijn nog... Philip is nog bezig. Dat is leuk dat ik eens een keer kan vertellen dat ik samen met Philip Freriks heb gepresenteerd. Ja. Oh, dat is ook goed. Ik zie daar rechtsboven staan hashtag grootdicté op 1. Als jullie straks een foto gaan maken of plaatsen op Facebook of op Twitter dergelijke, zet die hashtag erbij. Hashtag grootdicté op 1. Nou, heeft iemand nog vragen? Nou, wat zijn jullie stil, wat zijn jullie keurig. Ik ken jullie in het dagelijks leven heel anders. Nou, hebben jullie er zin in om te gaan beginnen? Want we moeten nog eventjes wachten totdat
totdat we echt van start gaan. Ja, nou, dat is wel aardig. Het dicté is gemaakt door Wim Daniels. Jullie hebben hem misschien gezien van de week bij Jeroen Pauw. Hij is een paar weken eerder al bij ons geweest bij RTV Arnhem in Arnhem Actueel. En daar heeft hij verklapt dat er een woord in het dicté staat, en dat mag ik ook aan jullie vertellen, dat er in ieder geval al bekend is, en dat is Arnhem. Nou, dit is toch een dicté dat over Arnhem gaat? Ja. Een dicté dat over Arnhem gaat en het woord hittegolf komt er ook in voor. Nou, dat zijn al twee woorden die we weggeven. Nou, het kan niet echt moeilijk meer zijn. Ik vraag even aan de regie hoe het er met de tijd voor staat. Hebben we nog tijd voor iets? Nog één minuut. Zullen we alvast een beetje gaan overschakelen naar Haarlem? Doe het geluid maar vast uit. Dames en heren, voor dadelijk, als het dicté gaat beginnen, heel veel succes. En mogen de beste winnen. Algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie en het derde jurylid, de schrijver van het dicté, Wim Daniels. Van harte welkom allemaal. En dan is er de man die het dicté zal gaan dicteren. De man die dit fenomeen naar Nederland heeft gebracht, Philip Frederiks. En die heeft ook gezegd, dit is mijn laatste dicté, hierna hou ik ermee op. Laten we hem een fantastisch afscheid bezorgen. Als er iemand is die dat verdient, is hij het wel. Een hartelijk applaus voor Philip Frederiks. Dankjewel. Ja, Philip gaat zo meteen dus 8 zinnen dicteren op de hem bekende manier. Eerst helemaal, dan 2 maal in stukjes en dan weer helemaal. Als hij een zin af heeft, zal de live band, hier is Thijs Boontjes, u heeft het al gehoord, heel zacht muziek spelen. Dan loop ik even tussen u door. Het is geen televisie, het is radio. We willen toch even weten hoe het gaat. En u hoort vanzelf, wanneer de volgende zin begint, dan hoort u namelijk dit. Zin 1. Ja. En dan weet Philip Frederiks dat hij zin 1 moet lezen. Dan weet u dat zin 1 begint. Dan weet Thijs Boontjes dat hij geen muziek meer moet maken. Dat is onze cue, de zin, zo noemen we dat, zin 1. Ik verzoek u vriendelijk niet door het dicté heen te roepen. Niet te zeggen, ik heb het niet verstaan. Of het gaat te snel. Het gaat niet te snel. U heeft alle tijd. U heeft alle tijd. En het moet gewoon om 12 uur gedaan zijn, begrijpt u? Dus het is live hier. Aan het eind van de dicté zal ik zeggen, leg de pannen de pennen neer. Dat zijn de magische woorden, leg de pannen de pennen neer. Er mag niet meer geschreven worden. Dan over het dicté zelf, Philip, je hebt wat algemene aanwijzingen. Zou je die aan de deelnemers willen vertellen? Jazeker, aan dit schitterende gezelschap. Bij de beoordeling geldt de laatste editie van het Groene Boekje als spellingnorm. Komt een dictéwoord daarin niet in voor, dan geldt de spelling van het woord zoals die is vastgelegd in de Grote Van Dalen 2015. Alle losse getallen die in het dicté voorkomen moeten in cijfers worden geschreven. Aan het einde van een regel mogen geen woorden worden afgebroken. Er mogen geen afkortingen worden gebruikt. Leestekens worden wel gelezen, maar tellen niet mee in de beoordeling. En tenslotte, de titel van de dictétekst telt wel mee in de beoordeling. Dus die moet u ook opschrijven. Maar ik zal dat zometeen wel noemen. Dit is het groot dicté der Nederlandse taal vanuit de Bibliotheek Haarlem Centrum. Ik geef het woord aan de schrijver van het dicté, Wim Daniels. Wim, we gaan naar je luisteren. Een klimaatmaat. 2018 is nog niet ten einde, maar gaat, wat er tot eind december ook gebeurt, sowieso diverse weerrecords breken. Er was deze zomer een hittegolf die lokaal naar verluid 29 dagen aanhield. Een on-Nederlandse toestand. En in juni werd s'nachts op de Veluwse vliegbasis Delen, vlakbij Arnhem, een nachtrecord gemeten van 24,4 graden Celsius. Zo'n temperatuur houdt je wakker, was de veelgehoorde klacht. Uit de meteorologische trucendoos kwamen in juli tezamen circa 314 zonuren tevoorschijn, waar tegenover een schamele 10 mm neerslag stond. De minuscule aardappels van dit jaar zijn er de wrange souveniertjes van. Sommigen ervaren de toegenomen warmte als een cadeautje en gaan ervan uit dat er te zijner tijd met kerstmis al krokussen en lenteuitjes zullen zijn en dat carnaval enigszins subtropisch wordt. Anderen voorzien een flinke toename van het aantal code-rood waarschuwingen, waarvan de betekenis meestal is,
Hoed u voor het weer. Ze vrezen voor een klimaatdebakel, een sterk vergrote kans op catastrofes met bijvoorbeeld tekortschietende dijken als het langdurig gehoost heeft. Een ongeruste weerhobbyist heeft onlangs op een A4'tje voor me uitgetekend, en ik geloof niet dat het natte vingerwerk was, wat er van de polen over zal blijven als de opwarming van de aarde doorgaat. En met die polen bedoelde hij niet de polen die velen van ons kennen van hun schilder- en stucadoorwerk. Iets van het Middellandse zeeklimaat mag wat mij betreft gerust hier naartoe komen. Maar ik hoop toch ook nog wel eens het Gidan vanuit Friesland te mogen horen. Waar ze naast het Schoetjesielen en het Vierljeppen graag ook de Elfstedentocht. Graag ook de Elfstedentocht in ere willen houden. We lijken nochtans alleen nog en masse naar Leeuwarden te kunnen afreizen voor het alom geprezen natuurijsfestijn als we beseffen dat het klimaat, in dit specifieke geval Koning Winter, ons alleen ter wille kan zijn als wij van onze kant het klimaat tegemoet komen door een goede maat van het klimaat te worden. Een klimaatmaat. Dank u wel, Wim Daniëls. Het woord is nu aan Philip Feriks. Eenmaal helemaal, tweemaal in stukjes, één keer helemaal. Zin 1. Let op. Eerst de titel. Een klimaatmaat. Een klimaatmaat. En dan de zin helemaal. 2018 is nog niet ten einde, maar gaat wat er tot eind december ook gebeurt, sowieso diverse weerrecords breken. In stukjes. 2018 is nog niet ten einde, komma, maar gaat, komma. 2018 is nog niet ten einde, komma, maar gaat, komma. Wat er tot eind december ook gebeurt, komma. Wat er tot eind december ook gebeurt, komma. Sowieso diverse weerrecords breken, punt. Sowieso diverse weerrecords breken, punt. De zin nog een keer helemaal. 2018 is nog niet ten einde, maar gaat, wat er tot eind december ook gebeurt, sowieso diverse weerrecords breken. Suzanne Bosman, mag ik je even storen? Ja. De politicus van het jaar, met welke letter begint die, denk ik? Daar ga ik niks over zeggen. Ga je niks over zeggen? Nee, ik ben ook heel blij dat ik het niet weet. Oh, je weet het ook niet. Nee. Ik wil je verder niet storen. Dankjewel. Even kijken hoe het gaat. Je stoort me toch eigenlijk wel? Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, zit er doorheen. Precies een halve minuut om te verbeteren. Gaat het, mevrouw? Is het lastig? Ja, er zitten meteen al een paar dingen in waar ik heel diep over na moet denken. Ja, maar dat kan geen kwaad natuurlijk, hè? Wat zegt u? Dat kan geen kwaad natuurlijk. Nee, dat kan geen kwaad, nee. Gaat het goed? Het gaat goed, maar het is al gelijk pittig. Het is pittig, hè? Ja. Ik dacht. Zin 2. Er was deze zomer een hittegolf die lokaal naar verluid 29 dagen aanhield. Een on-Nederlandse toestand. En in juni werd 's nachts op de Veluwse vliegbasis Delen, vlakbij Arnhem, een nachtrecord gemeten van 24,4 graden Celsius. Zo'n temperatuur houdt je wakker, was de veelgehoorde klacht in stukjes. Er was deze zomer een hittegolf. Er was deze zomer een hittegolf. Die lokaal naar verluid. Die lokaal naar verluid. 29 dagen aanhield, komma. 29 dagen aanhield, komma. Een on-Nederlandse toestand, komma. Een on-Nederlandse toestand, komma.
En in juni werd 's nachts. En in juni werd 's nachts. Op de Veluwse vliegbasis Deelen, vlakbij Arnhem, een nachtrecord gemeten van 24,4 graden Celsius, Zo'n temperatuur houdt je wakker, was de veelgehoorde klacht, Krijgt de zin nog een keer helemaal. Er was deze zomer een hittegolf die lokaal naar verluid 29 dagen aanhield. Een on-Nederlandse toestand. En in juni werd 's nachts op de Veluwse vliegbasis Deelen, vlakbij Arnhem, een nachtrecord gemeten van 24,4 graden Celsius. Zo'n temperatuur houdt je wakker, was de veelgehoorde klacht. Renske Leijten, ik zie veel doorhalingen. Ja, en ik twijfel even één woord heel specifiek. Eén woord, welk woord? Ja, on-Nederlands. On-Nederlands, hoe je dat schrijft? Ik zou het ook niet weten. Ik mag me daar helemaal niet mee bemoeien. U bent? Arnold Kramer. Lukt het? Ja hoor, het lukt helemaal hoor. Maar ja, ik weet natuurlijk niet. Er zijn natuurlijk wel instinkertjes, denk ik. Hoor. Zijn wel instinkertjes. Dat is wel de bedoeling, hè? Dat is zo... niet... Dat... Zin 3. De zin helemaal. Uit de meteorologische trucendoos kwamen in juli tezamen circa 314 zonuren tevoorschijn, waartegenover een schamele 10 mm neerslag stond. De minuscule aardappels van dit jaar zijn er de wrange souveniertjes van. In stukjes. Uit de meteorologische trucendoos. Kwamen in juli tezamen. Circa 314 zonuren tevoorschijn, waartegenover een schamele 10 mm neerslag stond, De minuscule aardappels van dit jaar. De minuscule
aardappels van dit jaar? Zijn er de wrange souveniertjes van? Punt. Zijn er de wrange souveniertjes van? Punt. De zin nog een keer helemaal. Uit de meteorologische trucendoos kwamen in juli tezamen circa 314 zonuren tevoorschijn, waar tegenover een schamele 10 mm neerslag stond. De minuscule aardappels van dit jaar zijn er de wrange souveniertjes van. Govert Schilling, het woord meteorologisch zal niet al te moeilijk zijn geweest voor jou, toch? Nee, die weet ik wel, maar er zijn een heleboel andere instinkers. Ja, wat voor je een instinker ook? Ja, waar tegenover? Ik moet denken of het aan elkaar moet of niet. Geen idee. Diewertje Blok, vind je het makkelijk? Ik denk makkelijk, maar ik geloof niet dat het makkelijk is. Maar ik ga gewoon niet te veel twijfelen. Nee, gewoon en ook niet verbeteren. Dat wordt altijd... Zin 4. Sommigen ervaren de toegenomen warmte als een cadeautje en gaan ervan uit dat er te zijner tijd met kerstmis al krokussen en lenteuitjes zullen zijn en dat carnaval enigszins subtropisch wordt. In stukjes. Sommigen ervaren de toegenomen warmte. Sommigen ervaren de toegenomen warmte. Als een cadeautje, komma. Als een cadeautje, komma. En gaan ervan uit dat er te zijner tijd en gaan ervan uit dat er te zijner tijd met kerstmis al krokussen en lenteuitjes zullen zijn. Met kerstmis al krokussen en lenteuitjes zullen zijn. En dat carnaval enigszins subtropisch wordt. Punt. En dat carnaval enigszins subtropisch wordt. Punt. De zin nog een keer helemaal. Sommigen ervaren de toegenomen warmte als een cadeautje en gaan ervan uit dat er te zijner tijd met kerstmis al krokussen en lenteuitjes zullen zijn. En dat carnaval enigszins subtropisch wordt. Wat we nou mooi zouden vinden is als u een schijfje of een selfie van uzelf stuurt. Hashtag GoDicTee op 1. Kan via Twitter, Facebook en Instagram. U bent? Geert Kramer. U bent de jongste deelnemer. Ik heb 31. En dat geldt als jong. Ooit, ja, dat geldt als... Ja, dat geldt als jong. En alles gewonnen met een dicté? Nee, nooit. Nooit? Het is de eerste keer dat u meedoet, hè? Wel het GoDicTee. Wel het GoDicTee. Ja, gewonnen, het GoDicTee. Nee. Maar het eerste keer dat ik meedoe aan het GoDicTee. Oh, het eerste keer. Goed. Nou, veel succes. Valt het mee? Zin 5. We zijn op de helft, dus nog even doorbijten. Daar komt de zin helemaal. Anderen voorzien een flinke toename van het aantal code rood waarschuwingen, waarvan de betekenis meestal is, hoed u voor het weer. Ze vrezen voor een klimaatdebakel, een sterk vergrote kans op catastrofes, met bijvoorbeeld tekortschietende dijken als het langdurig gehoost heeft. In stukjes. Anderen voorzien een flinke toename. Anderen voorzien een flinke toename.
van het aantal code rood waarschuwingen, comma. Van het aantal code rood waarschuwingen, comma. Waarvan de betekenis meestal is, dubbele punt. Waarvan de betekenis meestal is, dubbele punt. Hoed u voor het weer, punt, komma. Hoed u voor het weer, punt, komma. Ze vrezen voor een klimaatdebakel, komma. Ze vrezen voor een klimaatdebakel, komma. Een sterk vergrote kans op catastrofes, komma. Een sterk vergrote kans op catastrofes, komma. Met bijvoorbeeld tekortschietende dijken. Met bijvoorbeeld tekortschietende dijken. Als het langdurig gehoost heeft. Punt. Als het langdurig gehoost heeft. Punt. Zin nog een keer helemaal. Anderen voorzien een flinke toename van het aantal code rood waarschuwingen, waarvan de betekenis meestal is, hoed u voor het weer. Ze vrezen voor een klimaatdebakel. Een sterk vergrote kans op catastrofes. Met bijvoorbeeld tekortschietende dijken als het langdurig gehoost heeft. Dickie Dex, jij bent een rapper. Ja, dat klopt. De rappers hebben hun eigen taal, ook een eigen spelling. Nou ja, ik ben nu een beetje aan het proberen. Kijk, ik zit hier wat varianten op te schrijven van het woord code rood waarschuwingen. Ja, ik zie het. En je weet nog niet, wat de goede is. Nee. Naast jou zit Maaike Oudboten. Je schrijft in blokletters, hè? En dan kunnen we niet goed zien wat de hoofdletters zijn. Natuurlijk. Nee, ik probeer van grootte te variëren. Ja. Lukt het wel? Jawel. Jawel. Het is wel confronterend ook. Maar nou, inderdaad, met hoofdletters en zo is altijd ook alweer. Ja. Maar goed. Zin 6. Ik zie verschillende gevallen van kramp. Maar we gaan onverdroten door, Frits. Gewoon door, Philip. Gaat heel goed. En jij dicteert als geen ander. Daar gaan we. De zin helemaal. Een ongeruste weerhobbyist heeft onlangs op een A4'tje voor me uitgetekend, en ik geloof niet dat het natte vingerwerk was, wat er van de polen over zal blijven als de opwarming van de aarde doorgaat. En met die polen bedoelde hij niet de polen die velen van ons kennen van hun schilder- en stucadoorwerk. In stukjes. Een ongeruste weerhobbyist heeft onlangs. Een ongeruste weerhobbyist heeft onlangs. Op een A4'tje voor me uitgetekend. Op een A4'tje voor me uitgetekend, komma. En ik geloof niet dat het natte vingerwerk was, komma. En ik geloof niet dat
het natte vingerwerk was, komma. Wat er van de Polen over zal blijven, wat er van de Polen over zal blijven, als de opwarming van de aarde doorgaat, punt komma, als de opwarming van de aarde doorgaat, punt komma, en met die polen bedoelde hij niet de polen. En met die polen bedoelde hij niet de polen. Die velen van ons kennen van hun schilder- en stucadoorwerk, punt. Die velen van ons kennen van hun schilder- en stucadoorwerk, punt. Daar komt de zin nog een keer helemaal. Een ongeruste weerhobbyist heeft onlangs op een A4'tje voor me uitgetekend, en ik geloof niet dat het natte vingerwerk was, wat er van de Polen over zal blijven als de opwarming van de aarde doorgaat. En met die Polen bedoelde hij niet de Polen die velen van ons kennen van hun schilder- en stucadoorwerk. Dat is een lastig woord, hè, natte vingerwerk. Natte vingerwerk, inderdaad. Ik had wel voor dit dicté het woord Jantje van Leiden opgezocht. En dat is precies zo'n vraagstuk. Zet ik er streepjes tussen of laat ik ze achterwege? Dus we zullen het zien. Boudewijn Koopmans, ik werd nog uit de kelder geplukt voor dit laatste tafeltje. Een gelukkige. Een gelukkige deelnemer. Juist, ja. Juist. En uw strijd voor de taal staat, hè, dat weten we. Juist. Ja, oké. Okay. Ik loop nog even door. Kunt u het een beetje bijhouden, mevrouw? Ja, het gaat wel goed. Het gaat goed, u bent tevreden. Ik ben redelijk tevreden. Ja, dat is mooi. Zin 7. Nog twee zinnen. Hier komt een zin met wat buitenlands erin. Iets van het Middellandse zeeklimaat mag wat mij betreft gerust hier naartoe komen. Maar ik hoop toch ook nog wel eens it giron vanuit Friesland te mogen horen, waar ze naast het skutjessielen en het vierljeppen graag ook de Elfstedentocht in ere willen houden. In stukjes. Iets van het Middellandse zeeklimaat. Iets van het Middellandse zeeklimaat. Mag wat mij betreft gerust hier naartoe komen, komma. Mag wat mij betreft gerust hier naartoe komen, komma. Maar ik hoop toch ook nog wel eens, aanhalingstekens openen, it giet on, aanhalingstekens sluiten. Maar ik hoop toch ook nog wel eens, aanhalingstekens openen, it giet on, aanhalingstekens sluiten. Vanuit Friesland te mogen horen, komma. Vanuit Friesland te mogen horen, komma. Waar ze naast het skutjessielen en het vierljeppen, waar ze naast het skutjessielen
en het vierjeppen. Ook graag, pardon, graag ook de Elfstedentocht in ere willen houden. Punt. Graag ook de Elfstedentocht in ere willen houden. Punt. De zin nog een keer helemaal. Iets van het Middellandse zeeklimaat mag wat mij betreft gerust hier naartoe komen. Maar ik hoop toch ook nog wel eens it giet on vanuit Friesland te mogen horen. Waar ze naast het skutjesielen en het vierjeppen graag ook de Elfstedentocht in ere willen houden. Bibi Dubontak, winnaar van de Theo Thijssenprijs. Schrijf je altijd met pen eerst of doe je het meteen op de computer? Alles altijd eerst met pen. Met deze pen. Oh, je hebt je eigen vertrouwde pen bij je. Dat ziet er mooi uit. Jean-Pierre Gele, jij schrijft voor de Volkskrant. Ja. Raadpleeg jij vaak het groene boekje? Ja, maar wij gebruiken zelf het witte boekje en ook nog het Volkskrant stijlboek. Dus het is één grote chaos voor mij. Aha, is dat terug te zien in de tekst? Even kijken, nou het gaat wel goed toch? Zin 8. Ah, u bent bijna uit uw lijden verlost, de laatste zin. We lijken nogthans alleen nog ooit en masse naar Leeuwarden te kunnen afreizen. Voor het alom geprezen natuurijsfestijn. Als we beseffen dat het klimaat, in dit specifieke geval koning Winter, ons alleen ter wille kan zijn als wij van onze kant het klimaat tegemoet komen. Door een goede maat van het klimaat te worden. Een klimaatmaat. Daar komt de zin in stukjes. Oké, gaan we. Let op, nog heel even. We lijken nogthans alleen nog ooit en masse. We lijken nogthans alleen nog ooit en masse. Naar Leeuwarden te kunnen afreizen. Naar Leeuwarden te kunnen afreizen. Voor het alom geprezen natuurijsfestijn. Voor het alom geprezen natuurijsfestijn. Als we beseffen dat het klimaat, komma. Als we beseffen dat het klimaat, komma. In dit specifieke geval koning Winter, komma. In dit specifieke geval koning Winter, komma. Ons alleen ter wille kan zijn. Ons alleen ter wille kan zijn. Als wij van onze kant het klimaat tegemoet komen. Als wij van onze kant het klimaat tegemoet komen. Door een goede maat van het klimaat te worden, komma. Door een goede maat van het klimaat te worden, komma.
Een klimaatmaat. Punt. Een klimaatmaat. Punt. De zin nog een keer helemaal. We lijken nochtans alleen nog ooit en masse naar Leeuwarden te kunnen afreizen voor het alom geprezen natuurreisfestijn, als we beseffen dat het klimaat, in dit specifieke geval koning winter, ons alleen ter wille kan zijn als wij van onze kant het klimaat tegemoet komen door een goede maat van het klimaat te worden. Een klimaatmaat. Naast elkaar Hella en Stella. Hella de Jonge, gaat het? Ja, het is aanpakken geblazen. Dit was de laatste zin. Ja, dus, geweldig. Dus het leed is geleden. Stella Bersma, ik zie dat jij een schriftje erbij hebt. Ik ben bezig. Oh, sorry. Nee, maar ik zie dat je... Laat ik laat je met rust. Ja. Mevrouw, wie bent u? Ik ben Marie Potjes. Gaat het goed? Ik weet het niet. Want ik twijfel weer of woorden wel of niet aan elkaar moeten. Dus ik weet het niet. Dat is een groot probleem steeds, hè? Dat aan elkaar schrijven of juist niet. Ja, ja. We gaan het dicté, althans we. Philip Frederiks gaat het dicté nog eenmaal helemaal voorlezen. Dan kunt u van begin af aan, vanaf zin 1 tot en met zin 8, kunt u corrigeren, nakijken, maar verander niet te veel, want meestal is de eerste ingeving de allerbeste. Het woord is aan Philip Frederiks, die het dicté nog één keer heel rustig voorleest. De titel luidt Een klimaatmaat. Zin 1. 2018 is nog niet ten einde, maar gaat, wat er tot eind december ook gebeurt, sowieso diverse weerrecords breken. Er was deze zomer een hittegolf die lokaal naar verluid 29 dagen aanhield. Een on-Nederlandse toestand. En in juni werd 's nachts op de Veluwse vliegbasis Delen, vlakbij Arnhem, een nachtrecord gemeten van 24,4 graden Celsius. Zo'n temperatuur houdt je wakker, was de veelgehoorde klacht. Uit de meteorologische trucendoos kwamen in juli tezamen circa 314 zonuren tevoorschijn, waar tegenover een schamele 10 mm neerslag stond. De minuscule aardappels van dit jaar zijn er de wrange souveniertjes van. Sommigen ervaren de toegenomen warmte als een cadeautje en gaan ervan uit dat er te zijner tijd met kerstmis zal krokussen en lenteuitjes zullen zijn en dat carnaval enigszins subtropisch wordt. Anderen voorzien een flinke toename van het aantal code rood waarschuwingen, waarvan de betekenis meestal is: hoed u voor het weer. Ze vrezen voor een klimaatdebakel, een sterk vergrote kans op catastrofes, met bijvoorbeeld tekortschietende dijken als het langdurig gehoost heeft. Een ongeruste weerhobbyist heeft onlangs op een A4'tje voor me uitgetekend, en ik geloof niet dat het natte vingerwerk was, wat er van de polen over zal blijven als de opwarming van de aarde doorgaat. En met die polen bedoelde hij niet de polen die velen van ons kennen van hun schilder- en stucadoorwerk. Iets van het Middellandse zeeklimaat mag wat mij betreft gerust hier naartoe komen. Maar ik hoop toch ook nog wel eens It Giet On vanuit Friesland te mogen horen. Waar ze naast het Skutjessielen en het Vierljeppen graag ook de Elfstedentocht in ere willen houden. We lijken nochtans alleen nog ooit en masse naar Leeuwarden te kunnen afreizen voor het alom geprezen natuurijsfestijn, als we beseffen dat het klimaat, in dit specifieke geval koning winter, ons alleen ter wille kan zijn als wij van onze kant het klimaat tegemoet komen door een goede maat van het klimaat te worden. Een klimaatmaat. Punt. Vanuit Haarlem is dit het groot dicté der Nederlandse taal. U schrijft uw naam op het schriftje. Is dat allemaal gebeurd? Dat wij het goed kunnen controleren? Ja, staat erop bij iedereen. De naam op het schriftje
van het Groot Dicté der Nederlandse Taal, zeg maar schrift, het is een groot schrift, Jan Rot, groot schrift, Richard Kemper, groot schrift. Dan zeg ik nu en spreek ik nu de magische woorden: leg de pennen neer, er mag niet meer geschreven worden. Ja, ik hoor gepuf, ik hoor gesteun, ik hoor... Wil je nou wel wat zeggen? Nu ben ik aanspreekbaar. Ja, en dat geldt ook voor hier. Leg de pennen neer, zodat de schriften kunnen worden opgehaald worden. Een applaus voor jullie zelf. Even kijken, wie gaan de schriften ophalen? De correctoren? Onder leiding van Corine, onze juryvoorzitter. Kom eens mee. Corine, heb je er zin in? Natuurlijk hebben we er zin in. Hoeveel correctoren heb je? Wij hebben 8 correctoren. 1 voor elke zin? Precies. Ja. En, nou, we komen straks nog even bij je kijken. Denk je dat het goed gemaakt is? Ik weet het niet. Ik denk het wel. Ik denk dat het in Arnhem heel goed gemaakt is. Even voor... Ja, het is nou te laat om nog een beetje de mensen te stimuleren. Maar wat kunnen ze ook alweer winnen? Of wil je dat voor dadelijk bewaren? Zullen we dat voor dadelijk bewaren? Laten we de spanning erin houden. Nou, jongens, terwijl jullie schriften worden opgehaald... een groot applaus voor de correctoren en Corine. Nou, jullie gaan naar... jullie gaan andersom, in een andere ruimte. Wij gaan er dadelijk ook naartoe. Kom je met me mee? We gaan eventjes naar wat mensen vragen hoe het gegaan is. Allereerst, jij gaat straks optreden, hè? Ja, dat klopt. En hoe vond je het om toch ook nog een dicté te moeten maken? Nou, vond het eigenlijk wel weer terug in de tijd. Wel even grappig op die schoolbanken. Ja, maar wat heb je ervan gemaakt, denk je? Ik heb geen idee. Nee, er waren best wel twijfeltjes. Ja? Ja. Maar het waren niet hele moeilijke woorden op zich, hè? Nee, maar dan de naam Delen is een plaatsnaam, wist ik mijn god niet. En klimaatmaat met een streepje ertussen, zonder streepje ertussen. Het zijn allemaal van die kleine instinkertjes. Ja, ik heb hier de tekst, maar ik zal het nog bewaren voor straks. Overigens, iemand die mij tijdens het dicté zichtbaar probeerde om te kopen, was deze dame hier. Mislukt. Ik ben niet omkoopbaar. Nee, jammer. Zeker niet als camera's erbij zijn. Nee, is echt heel jammer. Hoe heb je het gemaakt? Heel goed, denk ik. Nee. Ik heb altijd problemen met ervan doorgaan. Los of aan elkaar tegemoetkomen. Herkenbaar? Ja. Wie heeft het goed gemaakt, denkt hij of zij? Ja? Daar zit een man. Jij, wacht even, ik loop even naar jou toe. Oh, sorry. Ah. Jij had, toevallig ken ik jou, je had een voordeel met het aantal Friese woorden, hè? Ja, precies. Ik twijfel over één woord. En dat het giet on, of daar nou wel of geen dakje op moest. Of een streepje. Dat is het enige. En verder denk ik dat het wel goed ging. Alleen mijn hand, ik merk dat ik gewoon nooit meer schrijf. En ik ging echt, ik weet niet of ze het kunnen lezen, maar het is afschuwelijk. Ik kreeg echt kramp, ja. Ja, wie schrijft er nog wel in het dagelijks leven eigenlijk? Ja, met de pen bedoel ik dan, hè? Ja, dat zie ik. Ik loop even naar boven toe. Cécile, kun je me even volgen? Ja, jij moet alle kanten op met mij, hè? Ach, dat doet hij graag. Hier nog even, mag ik even tussendoor? Overigens, jij had dat dicté destijds zo goed gemaakt. En hoe heb je het nu gedaan? Ja, ik weet niet. Het ging wel oké, maar het is toch wel heel anders als je hier zit, zeg maar. Ja, dus ik heb het idee dat het nou minder ging dan de vorige keer dat ik meegeschreven heb. Ja, we gaan het afwachten. We hoeven trouwens niet bang te zijn dat we gaan bekendmaken wie het slechtst heeft gedaan. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat zou heel vervelend zijn. Jij stak net ook je hand op met ik heb het wel redelijk goed gemaakt. Ja, ik denk dat als het... Ik weet niet wat er allemaal aan de spelling is veranderd. Maar als ik het in mijn schooltijd had gemaakt, dat het redelijk goed gegaan zou zijn. Dus, ben benieuwd. En jij schrijft van beroep. Jij zou het dus allemaal makkelijk moeten kunnen. Lang leven de spellingcorrector. Nee, ik denk dat ik aan alle instinkertjes gestonken ben. Dat denk ik. Maar ook leuk, toch? Ik ga even naar jou. Ik ga heel oncharmant voor jou langs, als het mag. Ja. Oh, die bankjes zijn zo krap, hè?
U schrijft nog met de pen, zegt u? Ja, zeker. Heeft u dat gemerkt? Ja, ik heb dat wel gemerkt. Maar ik merk toch ook een bepaalde spanning. Je gaat bij een heleboel woorden wat je thuis zo wegschrijft... denk je nu, is dat echt goed? Of is het fout? Ja, wat Tom daar al zei net. Van, thuis was het een stuk makkelijker. Hier wordt het opeens echt. Ja, het wordt echt. En je ziet dat dat toch een beetje een spanning met zich meebrengt. Want... ik ben heel blij dat de laatste plaatsen niet bekendgemaakt worden. Maar ik had vanmorgen, toen ik hierheen fietste, dacht ik bij mezelf... het groot Nederlands dicté der Nederlandse taal... of hoe werk ik mezelf in de nesten. Dat had ik ook. Heel goed. Nou, ik ga even kijken naar beneden, naar het podium. Want het wordt tijd om even wat lucht te halen. Koffie en thee wordt al verzorgd, zie ik. Dat is hartstikke mooi. Wij gaan overschakelen naar het podium, wat ik al zeg. Om te gaan genieten van een muzikaal intermezzo. Deze jongens, dat zijn... jullie zijn alle drie uit Arnhem, hè? Alle drie echte Arnhemmers die hier dus voor muzikaal entertainment gaan zorgen. Wat voor muziek gaan jullie maken? Of gaan we dat zelf even merken? Ja, we doen dat. ETT, dames en heren. Joy.
But until then, we'll have a Sunday and a bond. Thank you. Dank je wel, dames en heren, ETT. Aan het eind van het programma komen de jongens weer terug en dan gaan we nog meer van ze horen. Dus wees niet bang dat dit te kort was, het wordt nog veel meer. We gaan over naar een volgend onderdeel en dat is de bijdrage van kunstcollectief Rauw. Dat betekent dat we nu een aantal dichters te zien en te horen krijgen die het mooiste werk van hen gaan voordragen. Tenminste, dat moeten we nog maar afwachten, dat gaan we zien en luisteren. Dames en heren, een groot applaus om te beginnen met Kate Donkor. Kate, het staat klaar, je mag te gaan staan. Moet ik nog wat toelichten? Nee, ga maar gewoon beginnen. Oké, ja. Dat is goed. Ja, vergeef me mijn stem. Zoals je hoort ben ik er nog. Wacht even. Oh, ja, daar is hij. Nou, kijk. Ziek geworden, dus ik heb een beetje last van een schorre stem. Maar goed, ik ben in ieder geval verstaanbaar, dus ik ga aan de bak. Mijn eerste gedicht heet Aleppo. Tussen de voegen van gebarsten wegen vloeit het relict van bruisend leven. Roerloos, verlaten, in onmacht gestikt. De stad bezegeld door bezweken gebouwen. Haar aarde openbaart een noodlottig begin. Waar ooit stenen als mozaïek waren betegeld, toewijding straalde de hemel in. In een tijd waar de toekomst zo vanzelfsprekend was dat niemand er naar omkeek. Ja, mag ook wel helemaal aan het eind hoor. Goed. Kunnen we hier even schuilen onder dit dakje voor de zon? Ik kan me namelijk heugen dat er hier ooit iets begon. Geen pen, geen potlood om te schrijven. En toch speelden wij het klaar, woordeloos onze gedachten hier te delen met elkaar. Het was een dag van één gedachte, pluriform in woord en zin. Niemand, niets dat hield ons tegen. Eén gedachte, één begin. De aarde smolt, staakte haar keren, kromp ineen tot een kleine knot. Immer zouden wij aanvaarden, ons verzoenen met ons lot. Hier zonder pen en zonder potlood, in de regen vierden wij de dood, het leven daar in het midden, dat we wisten, wij zijn vrij. Ja, ik heb met name wat kortere gedichten meegenomen, dus ik heb een stuk of 5 voor jullie in petto. Dit gedicht heb ik geschreven naar aanleiding van een reis in Guatemala, die ik van de zomer heb gemaakt. En ik was zo onder de indruk van de natuur daar, daar moest gewoon een soort van ode voor komen. Hier ben je dan, onze moeder. Het woud dat zich door niets of niemand laat weerhouden van groei. De moeder die zich met alles bemoeit, maar niets aan banden legt. Zich nergens aan hecht, niet echt. Wel volhardend vecht, vol vertrouwen wortels schiet. Nietigheid laat bloeien tot iets dat samenvloeit met verleden en verschiet. Sterven zal ze niet. Het is zij die alles ziet en onthoudt. Gade slaat hoe zij zichzelf ontvouwt. Trouw zweert aan metamorfose. Zich afkeert van het bewegingloze. Genadeloos bewaakt zij het lied dat het leven voorgoed van vervorming of verbeelding voorziet. Nog 2 gedichten. Kan dat nog, Rick? Oké, nou dan gaan we het hebben over mayonaise. Wat wij zijn zonder mayonaise is een kurkenbord zonder punaises. De provincie Limburg zonder roenhaise, een wouwse kop zonder sprechkaise. Wat wij zijn zonder mayonaise is een Fransoos zonder Française. Carnaval zonder Polonaise, een depressie zonder malaise. Wat ik zeggen wil, ei, olie, suiker en zout geeft onze friet precies waar zij zo van houdt. Alsjeblieft.
Ja, Kate Donkor was dat, dames en heren. En bij de mayonaise hoort volgens mij ook mosterd. Maar goed. Ja, ja, ja. De volgende, onze Fries in het midden, die dus al een voorsprong had. Carlos Masterbroek. Ik ga twee gedichten voordragen. Ben ik te horen? Oké. Het eerste is een gedicht en het tweede is een liedje. De gevederde. Het is de ochtend. Het is ontbranden en ontwaken. Het is de plas op straat van de regen in de nacht. Het zijn de 1000 vliegende mieren die met de druppels op straat zijn beland. Het is de stad. Het is het leven in de velden. Het is de continue regelmaat van de moeders met de kinderen. Het zijn deuren die opengaan en aan de hand worden genomen. Het is de kamer. Het is het bed waarop je slaapt. Het is het gezoem in de avond van de stemmen uit de huizen. Het zijn de lichten op de stenen die weer kaatsen op het oude plein. Het is het eten. Het is het gegrilde restant. Het is de geur van iemand die voorbij loopt van de markt naar huis of naar een vriend. Het zijn de wervelende kleuren overdag die in het donker op de gang hebben gewacht. Het is een man en een vrouw. Het is de verovering van niemands land. Het is de zwerfhond die je verraden hebt, van verbazing als het bij je terug wil komen. Het zijn de ergste misverstanden, omdat niemand er ooit aan heeft gedacht. Het is de muziek op het goede moment. Het is het ritme dat je achterlaat. Het is de zoveelste beweging van een element in zijn element. Het zijn de takken van de bomen die schudden aan de bladeren. Het is een uitgesteld karakter. Het is een vreemd ritueel. Het is de onuitgesproken beeldenreeks van de slapende mensen in een bus. Het zijn de verplaatsingen van de mensen door de lucht. Het is de verschijning. Het is het lot van de gevederde. Het is de gespleten snavel van het jong dat gevoerd moet worden. Het is de taak ervoor te zorgen dat het zichzelf niet aan stukken scheurt. Even een slok. Een bladzijde terug, vroeg ik mij af. Wie houdt mijn hart vast? Wie houdt mij vast? Wie houdt mijn hart? Slaat het nog als alles loslaat, als er geen ontvangst is? Een liefdeloos bewegen. Alles vast ligt. Aarde, neem mij op, van stof tot as, met open armen. Ik wist niet dat je bang was, dat je zo erg bang was. Nu speel ik met de dood, verheerlijk ik mijn kleine leven. Een verstrooide droom. Lees een paar regels. Hemel, als je kijkt, daar zie je mij. Ik blijf tot het eind, totdat je niet meer bang bent. Omdat ik weet dat je zo bang bent. Houd mijn hart vast. Houd mij vast.
houd mijn hart. Carlos Mastenbroek. Ja, dat laat weer zien dat dichter op allerlei manieren kan. Tijd om te gaan naar iemand die helemaal vanuit Hoofddorp naar Arnhem is gekomen. Rachel Hardes. Ja. Ja, al die kabels, je moet uitkijken dat je niet struikelt, hè? Ja, Rachel, ga je gang. De mond verstomd door ruis. Vraagt mijn hart, stil mijn storm en ontraas mijn gedachten. Desondanks heb ik het deurtje gesloten naar het piepkleine deeltje in het hart. Het huis van de schaduw, waar verdriet woont en pijn regeert. Wetende dat er zonder schaduw geen licht is en zonder licht geen schaduw, maar toch houd ik de deur dicht. Vergrendeld. Gescheiden van emotie. Niet voor altijd, maar even ademen, leven, tijdelijk. Ondanks dat ik weet dat het onvermijdelijk is de deur ooit te moeten openen. Onder ogen te zien en mijzelf toe te staan om te voelen. Links, rechts, rechtdoor, half drie kwart, heel de rotonde om. Fietser, voetganger, toeter, motor, scooter, inhaalstrijd. De weg kwijt. Geen tijd, geen tijd. Doelgericht, verkeerslicht, groen, oranje, rood. Ritsen, spits, voorrang, loop dood. Stop. Tomtom, top. Toch de juiste afslag mist. Opnieuw dan, verkeerscirculatieplan, verbodsbepaling, bist. Ware waanzin, zinloos idioot. Zelfgecreëerde tijdnood. Dwaasheid tentoongespreid, kastijd in een Commedia dell'arte op het Arnhemse stadstoneel. Blind voor de ware schoonheid van een stad met een historische blauwprint. Doof voor haar natuurlijke stem door ongefilterd kabaal dat naar binnen stoof. Stom, behalve de vervuilende vloekzalvo uit mijn mond. Zintuigen werken op halve kracht in de macht van jachtigheid. Onderhuidse tensie en stijgende bloeddruk, de stille getuigen. Feit, deterministische chaos heeft zijn hoogste staat bereikt. In de heemtuin in Presikhaaf vlei ik mij neer onder een oude beuk die het verdorde heeft losgelaten. Haar dorre bladeren bedekken als een voedende mantel de diepgewortelde levensaders. Onder het fluistige gewelf van lovend takken hoor ik het klateren van een kabbelende beek. Een fluisterzachte wind. Merels die met hun mooiste zang de weergoden oreren die ons al tijden gunstig zijn gezind. De waterpoel weerspiegelt rimpeloos het groene weelderig riet. Gele lis, distel, kattenstaart, geurige veldbies, margriet. Schaatsenrijders, waterkevers en fluweelachtige schrijvertjes veranderen het serene tafereel in een oogopslag. Keizersmantel, atalanta, distelvlinder, dagpauwoog, dansende koolwitjes, panende libellen. Een ruïne met doorkijk naar heide, grasland en de blauwe hemelboog. Maanbloemen in het grasland, nachtschone beuken, berken, eiken, kastanjes, bramen, reuzenzwam, nadenkervel, veldere prijs en paarse heide, zo ver als ogen reiken. Volledig in extase, mijn zintuigen ontwaakt, openbaart zich dat niets het proces van wedergeboorte kan stoppen. Synergie en wederkerigheid worden per slot van rekening ook beïnvloed en gestuurd door tijd. Rachel Hardes, dames en heren. Ja, je was in Presikhaaf in de heemtuin, hè? Ja, wat mooi is dat. Om niet alleen Arnhem in de dictator te krijgen, maar ook nog eens een keer Presikhaaf in een gedicht van een dame uit Hoofddorp. Ja. Ze is helemaal blij. Het wordt tijd, denk ik, om eens even te gaan kijken bij de correctoren. Want willen jullie weten hoe het eraan toe gaat? Ja, we gaan even kijken. Siem, ga je met me mee? Oh. Ah. Nou, jullie kunnen ons volgen. Kom maar mee. Zo.
Nou, het is een paar lokalen verderop. Daar zitten ze met z'n achteren te zwoegen. Ja. De deuren zijn open. Ik ben heel benieuwd wat we gaan zien. Ja, de kabel zit vast. Oh ja, nee, die werkt al. Ja. Oh, kijk eens wat een drukte hier. Ja, kom je, lukt het? Hier wordt een opperste concentratie gewerkt. Dat zien we zo. Gaat het een beetje, dames en heren? Ja. Worden er veel fouten gemaakt? Ik ga het even hier vragen. Soms best wel, daar schrik ik ervan. Maar er zijn ook dictées dat ik denk, wauw, dat is heel goed. Ja. Ja, u heeft zin 8? Ik heb zin 8, ja. Het is echt heel verschillend. Sommige mensen hebben maar 1 fout en sommige mensen hebben er 7. Er zijn ook mensen zonder fouten? Heb ik nog niet gezien. Oh, jammer, hoe ver zijn jullie al met het nakijken? Ja, op de helft. Het is moeilijk, het is iets achter op schema. Dus we moeten echt door. Ja. Ja, het Nederlands Dicté heeft hele scherpe instructies. Ja, absoluut. Absoluut. Ik wil aan deze tafel vragen. Hebben jullie het een beetje mee kunnen krijgen? Nee. Niet zo. Nou, het is zo. Er wordt driftig gewerkt aan de correcties. Ze zijn ongeveer halverwege. Er zijn zinnen bij die heel goed zijn gegaan. Er zijn zinnen bij die heel slecht zijn gegaan. Maar er is nog niemand foutloos. We gaan verder met iemand die behoorlijk foutloos kan zingen. Dames en heren, helemaal uit Heer Hugo Waard. Renate Spierdijk. Nou, dankjewel. Ik begin met een gedichtje. Even de reden kwijt. Als mijn leven de morgen raakt, wil ik dan nog zijn wie ik ben vandaag? Als ik mijn ogen open in alle ernst zo zonder schijn, omarm ik dan hetgeen is mijn? Adem ik enkel oude lucht, gebakken hoop? Dans ik loos en smeer ik enkel stroop op boterhammen, ver over datum, te droog om nog in te verbijten, gedrenkt in gejammer van al wat niet is en nooit zal zijn? Steun en zeur maar, gooi je jammer door de kamer, gil je tranen van frustratie. Ram de deur die nooit meer dicht, geen ander zicht zal werpen op de morgen die nooit komen gaat. Jank maar, of accepteer dat wat het is. Er is enkel vandaag. Ik sluit mijn ogen, hoop op slaap, een dozijn dromen graag. En dan de oude regen. Er valt weer oude regen, dikke druppels tranen neer. Ik mag het nou toch wel eens weten, maar hij grijpt me harder keer op keer. Ik kan het tegen, maar hij grijpt me harder keer op keer. Ik jank, o regen, maar ik ga niet langer in verweer. Overspoel mij met je water tot ik later verdrink in al mijn oude zeer. En dan kan ik het in ene niet meer velen. En dan weet ik het gewoon niet meer. Ik jank, o regen. Ga nog maar een tijd te keer. Spoel mijn tranen. Was mijn zeer. Was mijn wonden. Ik kan niet meer. Ooh.
Er valt weer oude regen, mijn handen vallen zachtjes neer. Ik wil die oude boel vergeten, maar hij kruipt naar binnen meer en meer. Wind, kom mee me in je armen, waai me zachtjes keer op keer en weer. Ik jank, o regen, maar ik ga niet langer in verweer. Overspoel mij met je water tot ik later verdrink in al mijn oude zeer. Waai mij tot ik alles zomaar kan vergeten en van alle angst ook niets meer weet. Ik jank, o regen, ga nog maar een tijd te keer. Wieg mij zacht, was mij schoon, neem mijn angst, lief mij zo. Er valt weer oude regen, dikke druppels tranen neer. Ik mag het nou toch wel eens weten, maar hij grijpt me weer. Renate Spierdijk. Geweldig. Ik heb gehoord dat ik nog eventjes een keer mag gaan proberen in de zaal. Ik ga naar onze cameraman toe. Ja, nou, hoe gaat het daar in zaal 409, want dat is waar alle mensen zitten. Kijk jongens, we zijn er weer. De eerste keer was het een beetje onduidelijk. Ja, nou, we doen het gewoon nog een keer overnieuw. Hoe gaat het hier? Het gaat hier goed. Het is hard doorwerken om op tijd de uitslag te hebben. Eigenlijk lastig dat ik hier nou even kom onderbreken. Eigenlijk wel, ja, want we zijn heel druk bezig nog. Hoeveel moeten jullie nog? Dat weten we niet, want we circuleren de vraag door. Dus uiteindelijk gaan we allemaal, hebben we allemaal alle vragen gehad. Is het een goed systeem om iedereen een zin te doen, denk je? Dat denk ik wel. Omdat je met dezelfde zin iedere keer doorgaat en op een gegeven moment ook de valkuilen ziet. Er komt weer een nieuw schriftje aan, hè? Hallo, mag ik even vragen, wat voor zin heeft u? Nou, ik heb geen zin. Ik heb zin 6. Heeft geen zin? Nou, ik heb zin 6 doe ik steeds. En dat werkt inderdaad supersnel. Want op een gegeven moment dan lees je die zin gewoon. Hoef je niet meer naar het correctieblad te kijken. En dit is een schrift wat helemaal nagekeken is. En die komt daar op de tafel. En deze mevrouw heeft... Je hoeft nog geen naam te noemen, hè? Nee, maar deze heeft 27 fouten. En dat selecteren we alvast een beetje uit. Zodat... Hoe zegt u 70? 27. Oh. Nee, dat is heel schappelijk, toch? Ja. In Nederlandse context. En die leggen we daar dan en dan splitsen we het al een beetje uit. De kopgroep, de staartgroep en de middengroep. Is er al een, iemand waarvan je denkt van... Nou, die heeft het wel heel goed gedaan? Nou, ik zie wel eens wat langskomen waar dan maar één fout in zit. En in mijn zin is bijvoorbeeld A4'tje toch wel erg vaak fout gegaan. Een lastig woord. Ja. Hoe is het fout gegaan dan? Dat moet met een apostrof. Ah. Dus A4 met een hoofdletter en dan een apostroftje. Ja. En heel veel mensen schrijven het met een tussenstreepje. Ja. Zo'n apostrof hebben we niet voor niks, hè? Nee, maar goed, die regels die zijn zo subtiel. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Goed, we gaan weer terug naar de zaal. Dank u wel. Heel veel succes nog. We gaan niet meer storen. Dit zijn de stapeltjes van mensen die al nagekeken zijn. Oh, er moet nog heel veel gebeuren, hè? Jongen. Nou, jongens, terug naar de zaal. En als ik me niet vergis, kunnen we vast gaan kijken en luisteren naar Danielle Middelhof. Nou, ik ben dus Daniela Middelhof. Thuis. Ik ben de vrouw die droomt van kastelen en sprookjes. Van het tinkelen van de belletjes als er een vee voorbij komt. Van handen vasthouden en het staren in elkanders ogen. Ik ben de vrouw die droomt van de eeuwige, dramatische, poëtische filmliefde van de onderbuik. Die de enige ware voelt. Ik ben de vrouw van het zoeken
naar het thuiskomen en het onware. En nu naar aanleiding van een opdracht die ik ooit op de Schrijversacademie moest maken. En het ging over de slaaf. De slaaf. Gevangene van mijn eigen lust. Ik handel en overschrijd de grenzen van mijn eigen waarde. De norm van een persoon die geen zeggenschap heeft over zichzelf. Die zich door de voeten van anderen laat betreden. Het eindigt erin dat ik mijzelf zie als een vertrapte, gelijkgemaakte, als niets anders dan het schaafsel van verbrijzelde botten. Dan ben ik niets en niemand meer. En om al deze gedachten tegen te gaan, leef ik mij uit op anderen om niet meer de pijn van het schaafsel te voelen. Ik vertrap ze en maak ze deelgenoot van mijn geheim. Zo overleef ik iedere keer weer. Verlangen. Verlangen. Vang mij in de kom van jouw handen zonder oordeel. Kijk naar mij en denk, mooi mens. Omhels mij in de ultieme verbinding. Met het laatste gedicht. Premier? De echtheid van de Afrikaan. Zij opent haar mond en het universum vormt zich. De wildheid klinkt door haar lied heen. In haar stem klinken alle emoties. Ze geeft alles, krachtig, weldadig, alsof haar thuisland voor haar staat. De pianist volgt. De cellist trekt sprookjes. Kippenvel ontstaat, verwijt alle poriën. Neemt elk geluid op. In deze wereld kan ik verdwalen. Haar tandvlees flikkert roodbruin. En als zij haar ziel naar mij uitspuugt, voel ik de echo van mijn ziel. Dankjewel. Daniela Middelhof met een verrassingsoptreden van danseres Palmier Collin. We gaan nu over naar de laatste dichter van vanmiddag. Oprichter en oorspronggever van kunstcollectief Rauw, Rick Kewal. Ik wil graag twee korte gedichten voordragen. Het eerste gedicht heet Ik ben met ik. Ik ben met ik. Zelfs de muren doen hun doppen in de oren. Mijn huid ingesloten, verder van alleen zijn en afzondering. Mijn schaduw vliegt weg. Ik ben met ik. En ik leef in de traan die zich niet laat doorprikken. Zodat hij de bevrijding kan inhaleren en berollen. Ik ben met ik. Ik dans met het trauma. Houd de lijnen stevig vast. Ook al ziet of hoort niemand mij. Ik ben met ik. En ik kan een venster worden. Waaruit ik mijn toekomst kan herscheppen. Tot die openheid ben ik met ik. Het lied speelt oneindig door de kamer, die nooit heeft stilgelegen, zeilt in roestig evenwicht. De genadeslag tikt zich bijna naakt. Als een vis op een droge kust zien mijn ogen de dood. Ik sterf 1000 keer bij de gedachte dat het stopt. De muziek ophoudt met moveren. Het mag niet, onsamenhangend zweven. Alsof het niks betekent, ik weiger, het mag niet. Het mag niet gaan zwijgen. Het mag niet als een donkere nacht gaan krijzen. Het mag niet. Het mag niet onsamenhangend gaan zweven alsof het niks betekent. Ik weiger. Het mag niet gaan zwijgen. Het mag niet als een donkere nacht krijzen. Het mag niet. Desnoods wiel ik met mijn adem de akkoorden. En dan zijn de armen, de snaren, krullen mijn lippen. Noten zijn mijn benen een strijkstok en de oren een drumstel. Het mag niet.
Dankjewel. Dankjewel, Palmier. Rick Ewald en nogmaals Palmier Colin. We zitten nog goed in de tijd, denk ik. Dus misschien een leuk moment om even over te gaan naar, voordat we de uitslagen gaan bekijken, naar de valkuiken van het dicté. En dat had ik in mijn jaszak. Ik heb hem nog wel, ergens. Nou, ik leg jullie even neer. Jeetje. Ja. Nou, het was heel leuk geweest als ik nu met jullie het dicté had. Ah, hier is het. Ja. Een paar dingen die waar je op zou kunnen letten in het dicté, waar je over gestruikeld zou kunnen zijn. We hoorden net al, tenminste als jullie het gehoord hebben, A4'tje is een veel voorkomende fout. Het moet met een hoofdletter A, dan een 4 en een apostrofje. Sowieso, een fout die heel vaak gemaakt wordt. Er wordt vaak geschreven Z-O-W-I-Z-O, aan elkaar los. Het is een Duits woord en we hebben die Duitse spelling gehandhaafd. Dus sowieso schrijven was S-O-W-I-E-S-O. 2018, dat is het eerste woord van het dicté. En dat is meestijds goed geschreven, 2018. Ja, maar wat mensen dan vaak niet weten, als een zin begint met een cijfer, komt er geen hoofdletter uit het woord daarna. Dus 2018 is met een kleine letter. Een ander woord wat veel fout is gedaan, on-Nederlandse. Het wordt vaak aan elkaar geschreven met een kleine N voor Nederlands. Nee, het is Nederlands. Is met een hoofdletter, blijft met een hoofdletter. Er komt on voor met een verbindingsstreepje ertussen. On, verbindingsstreepje, Nederlandse. Op de Veluwse vliegbasis delen. Veluwe is net als Nederland een plaatsaanduiding. Dus moet met een hoofdletter. Vlak bij Arnhem. Vlak bij is in dit geval los van elkaar geschreven. Een nachtrecord van 24,4 graden. Denk eraan, 24,4 moet in cijfers. Celsius is met een hoofdletter. Ja, en dan ook een heel instinkertje. De meteorologische trucendoos. Meteorologisch is een van de woorden die het meest moeilijk is in het Nederlands. Ik kan het best maar even spellen. Het is met een kleine letter. Meteor, als meteor, maar dan met één o minder. Ologische, O-L-O-G-I-S-C-H-E. En trucendoos, dat is een hele lastige, want truc schrijf je met een C, maar trucendoos met een K. Ja. Kwamen in jullie tezamen is, lijkt een samenstelling te zijn van te en samen, maar het is met een Z geschreven. Tezamen. Circa is met twee C's en tevoorschijn is aan elkaar. Net als het woord waar tegenover. Eén woord is dat. Minuscule aardappels. Minuscule schrijf je met een I en een U, niet met U. Even kijken. Kerstmis schrijf je met een hoofdletter. Krokussen, dat is ook een leuke. Dat is met twee K's. Lenteuitjes is met een streepje tussen lente en uitjes. Want anders krijg je lenteuitjes. Enigszins, dat is ook een leuk woord, want daar zit een SZ in. Enig en dan SZ-ins. Carnaval is ook een feestdag, of feestdagen. Maar dat is geen officieel erkende feestdag, dus het is met een kleine letter. Oh, code rood waarschuwingen. Wie had daar problemen mee? Ja, iedereen. Ik zal het maar meteen vertellen, het is één woord. Code, rood, waarschuwingen, zonder streepjes, zonder spaties, één woord. Hoed u voor het weer. Hoed u is met een D, geen T erachter. Tekortschietende dijken. Tekortschietende is aan elkaar. Natte vingerwerk, dat is ook zo'n woord wat erg lastig is. Ik ben blij dat ik hier dicté heb, anders had ik het ook verkeerd gedaan. Dus ook aan elkaar.
Schilder en stucadoorwerk. Schilder, dat is duidelijk, dan volgt er een afbrekingsstreepje. En stucadoorwerk is met een K. Iets van het Middellandse zeeklimaat. Het gaat om de Middellandse Zee. Die schrijf je in twee woorden, Middellandse Zee, M en een Z. En met twee hoofdletters. En daar pal achteraan, zonder verbindingsstreepje of zonder spatie, klimaat. Dus Middellandse, spatie, zeeklimaat, beide woorddelen met een hoofdletter. Het giet on is zonder circumflex. Dat zeg ik meteen even voor Carlos, die zit daar. Ja. Scootjes zielen daarentegen wel. En Vierljeppen, dat is ook zo'n lastig woord met een R, L, J achter elkaar. Elfstedentocht. Het was al bekend dat dat aan elkaar geschreven moest worden, maar het is ook met een hoofdletter. Nochtans. Het is geen samenvoeging van nog en tans, maar van nog en dan in oud-Nederlands. En dat samenvoegt ook nochtans. Er hoort dus geen H achter de T. Natuurijsfestijn aan elkaar. Koning Winter is in dit geval een benaming met twee hoofdletters. Even kijken, wat hebben we dan nog? Ja, klimaatmaat, dat is de titel van het dicté. Kleine letter, één woord, klimaatmaat. Hoe hebben jullie het gedaan? Het wordt al wat lastiger. Hè? Even kijken. Is al iets bekend van de jury? Ik hoor daar nog niets van. Ik kijk nog even. Dan hebben we tijd voor de muziek. Ja, we hebben tijd voor de muziek. Waar zijn de muzikanten trouwens? Heeft iemand ze zien wegvluchten? Al die taalwoorden. In dat geval zou ik willen vragen, Renate, je hebt toen je hier naartoe kwam een keuze gemaakt uit twee liedjes. Dat klopt, hè? Zou je dat andere liedje nog willen doen? Ja, dames en heren. Nog een applaus voor Renate Spierdijk. Onverwacht gevraagd om nog een liedje te doen. Daar is je gitaar, die zou ik meenemen. Ja, is het lastig wat ik je vraag? Want ik stel je voor het blok, hè? Ja, dat is ook goed. Ze heeft liedjes genoeg, zegt Renate, dus er komt altijd wel een liedje terecht. We gaan luisteren welk liedje er nu spontaan in haar opkomt. Als ik u niet ontrief... Je bent tenslotte niet helemaal voor niks uit heer Hugo Waard gekomen. Nee. Dames en heren, een davend applaus voor Renate Spierdijk. Ja. Oké. Ik leef en ik lief. Krijg je de camera's op je, dan gaat het ding helemaal fout. We gaan een rustig nummer doen. Verdwaald. In het water. Oh. Geen richting. En geen tijd. Lang uit in het stille water. Kabbel ik zo rustig voort. Ik weet niet meer van toen of later. Het is alsof het ook zo hoort. Drijf ik in het water,
ben ik even alles kwijt. In de rust en in de stilte kiemt de vrucht van mijn bestaan en verwarmt zo weer de kilte, zodat ik weer door wil gaan. Verdwaald in het water, geen richting en geen tijd, drijf ik in het water, ben ik even alles kwijt. Ta-da, ta-da-da, ta-da. Laat me maar. Ta-da, ta-da-da. Excuses voor de gitaar. Renate Spierdijk. Ah, jongens, zijn jullie terug. We gaan zo dadelijk naar jullie luisteren, ETT. Daar ben je. Ik heb net even gesproken met de mensen van de correctie. Het duurt nog enkele minuten. En ik ben heel benieuwd wat uitgekomen. Het is een stapeltje met nul fouten waar nog geen enkel schriftje op ligt. Dus dat gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren. Ja. Ja, ik wil het wel mooier maken, maar dat gaat niet lukken. We moeten even nog door de tijd heen. Ik weet dat de spanning door jullie kelen giert. Wie heeft er gewonnen? Met hoeveel fouten en hoe groot is het gemiddelde ongeveer? De mensen van de correctie zijn als een haas bezig met het corrigeren. Ik wil even nog, als ik kan, zien, kun je nog even met me meegaan? Want ik ga toch nog even de zaal in afwachting van de woorden die ik net heb genoemd. On-Nederlandse, sowieso, noem maar op. Al die dingen die mensen normaal gesproken denken goed te hebben. En dan opeens is het fout. Ik kom toch een keer bij jou terug. Ja, jij hebt het. Je kan er niks aan doen, maar ik denk van, het moet wel heel goed zijn gegaan. Heb je wat gehad aan de uitleg van mij daarnet? Ja, ik had de meeste moeilijke woorden die genoemd, had ik uiteindelijk wel goed. Ja. Dus dat ja, viel me eigenlijk wel mee nog. Dus jij gaat misschien wel winnen? Nou, dat denk ik niet. Ja. Nee, maar ik had, zeg maar, na het dictaat ook zoiets van, nou ja, misschien, weet je wel, het ging wel oké. Okay, maar ja, nou, het viel me eigenlijk nog wel mee. Ja. We houden je in de gaten in ieder geval. Ik wil even nog naar deze man hier, onze stadsdichter Jesse Laporte. Jij hebt een stem en een woordenschat die het in staat maakt om de Eusebius te verlichten. Dat klopt, ja. Maar het mooie van dichter zijn is dat je heel vrij met taal om mag gaan. Dus ik ben gegaan voor de meeste fouten. Ja. Is het niet zo goed gelukt, denk je? Nou, ik hoorde net wel wat woorden. En ik dacht, ja, ik weet het wel, maar ik heb me er niet aan gehouden, geloof ik. De maker van het dicté die had gezegd van, het is eigenlijk een heel toegankelijk dicté. Hoe vond je dat? Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Het was makkelijker dan voorgaande jaren. Misschien een idee om volgend jaar zelf een dicté te schrijven? Dat lijkt me leuk, voor Arnhemmers dan. Daar hou je aan. Nou, even kijken, is er al iemand beneden? Nee, ik zit nog. Ja, ik ben in de enorme spanning natuurlijk over hoe de uitslag straks gaat uitvallen. Ik ga hier eventjes naartoe. Hoe is het gegaan, vindt u? Ik vind het verder wel goed gegaan allemaal. Het ziet er goed uit met de entertainment. Mensen worden vermaakt. En ik hoop dat ze allemaal naar het zin hebben. U bent een van de mede-organisatoren namens Rosette. Ja. Hoe was het om het Groot Dicté mee te organiseren dit jaar? Ja, ik vind gewoon dat wij dat als Rosette moeten doen. Dus ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen ook dan. En ook met een team. Volgend jaar weer? Zeker weten. Dat is afgelopen. Doen jullie volgend jaar weer mee? Ja. Ja. Oké, een applaus voor jullie zelf. Nou, we lopen naar beneden. En ik denk dat we in afwachting van de uitslag van de jury, dat moet natuurlijk heel goed gecheckt en nog gedubbelcheckt worden, dat we nog één keer gaan luisteren naar nu alvast.
Oh, wacht, nee, we gaan nog niet luisteren. Jongens, even geduld. Sorry, daar komt de juryvoorzitter aan. Ha. Ja, we hadden wel naar jullie geluisterd, maar niet met zoveel ontspanning als we dat zodanig gaan doen, als we te horen krijgen wie er gewonnen heeft. Oh, dat snap je wel. Dus het is geen opluchting van we hoeven niet naar jullie te luisteren, maar de opluchting dat we dadelijk ontspannen naar jullie kunnen luisteren. Dames en heren, een applaus voor Corien Raats. Nou, dat ging toch nog sneller dan uiteindelijk gedacht. Ja, uiteindelijk ging het heel snel, maar het was, het is even aanpoten hoor. Om je de zinnen eigen te maken, om dan goed te kijken. We hebben natuurlijk de winnaars, of de mensen die er dichtstbij zaten, nog een keer gecontroleerd. Ja. Om echt zeker te weten dat we hier de goede Arnhemse winnaar de prijs kunnen overhandigen. Hebben jullie één winnaar kunnen aanwijzen of is er een gedeelde prijs? Nee, we hebben één winnaar. We hoeven geen barrage te doen, of hoe heet dat allemaal? We hebben gewoon echt één duidelijke winnaar. We hebben een nummer 2 en we hebben een gedeelde derde plek. Zullen we beginnen met die derde plek? Wie staan er op de 3? Op 3. Kunnen jullie een soort van roffel geven op die kanjo? Met dus allebei 14 fouten. Tom Klein-Wolterink. Hey, Tom! En Henrike Kleinstra. Henrike en Tom. Ga even staan. Ja, in dezelfde rij. Is dat toeval? Kom hier naar beneden. Kom hier naar beneden. Ja. Nou, nog een applaus voor Tom en Henrike. Hartelijk gefeliciteerd. En ook van harte gefeliciteerd. En tevreden met het resultaat? Ja, dat ging best goed. Jij ook? Ja hoor, zeker. Jullie zaten naast elkaar zo'n beetje, hè? Ja, met een paar mensen ertussen. Ik suggereer niks. We gaan naar de tweede plaats toe. Ja, dan hoop ik niet dat de nummer 2 daartussen zat natuurlijk, hè? Tadadada, Joke Beltman. Joke Beltman, kom naar beneden. Met 13 fout. Hoeveel? 13. 13 fout. Zo. Dat gaat nu naar beneden. Hè? Dankjewel. Joke, van harte gefeliciteerd. Oh, sorry. Van harte gefeliciteerd. Nou, en dan het moment waarop iedereen gewacht heeft. De eerste prijs. Gaan we eerst vertellen wat hij of zij krijgt? Ja, dat kunnen we doen. Een scheurkalender van de Nederlandse taal. Dus dat is voor volgend jaar in ieder geval alvast heel veel kunnen oefenen, denk ik. Een abonnement voor de bibliotheek in het Huis van Taal hier binnen Rosette. En natuurlijk een bosje bloemen. Nou, is dat niet geweldig? En wie gaat dat krijgen? Tromgeroffel. Met 10 fout, om de spanning nog maar een beetje op te voeren, José Westrik. Ja. Gefeliciteerd! José, kom naar beneden. Jij kijkt echt alsof je het absoluut niet had verwacht, hè? Ja, helemaal wel flabbergasten. Nou, gefeliciteerd. Mag ik je zoenen? Ja, tuurlijk. En hier is de prijsoverreiking. Gefeliciteerd. Dan krijg je uiteraard je dicté terug, want dat is ook heel belangrijk. Nou ja, en met wat ik net zei, een abonnement voor de bibliotheek, een scheurkalender en een leuk bosje bloemen. Jeetje. Alsjeblieft. Geweldig. Ja, en er worden meteen foto's en beelden geschoten van José als winnares van het Groot Dicté der Nederlandse Taal hier in Rosette 2018. Dames en heren, nog eenmaal een applaus voor al deze winnaars. Ja, iedereen krijgt zijn eigen dicté-idee terug. Iedereen krijgt zijn eigen dicté terug. Dus je kunt, weet je ongeveer wat het gemiddelde aantal fouten is? Nou, we hebben het niet helemaal kunnen uitbrengen, maar ik denk dat het iets in de 20 zit. Oké, dan weet je een beetje wat voor kant je zit. Dames en heren, een applaus ook voor Corien. Corien Raad, dankjewel. En voor de hele jury. We gaan, nu de spanning ontladen is, met een ontspannen hart luisteren naar inmiddels de dames en heren van ETT.
side of the ocean. And cruel Alexander started walking. And the apes climbed down from the trees and grew tall and they started walking. If the stars fell out of the sky, my tears rolled into the ocean. Now I'm looking for a reason why you even send my world in motion. Cause if you're not wij gaan hier afscheid nemen van de kijkers thuis. Leuk dat jullie gekeken hebben. Wij hopen dat jullie het genoten hebben. We willen alle mensen bedanken, alle toegewijde mensen van Rosette, van RTV Arnhem en ook van Kunstcollectief Vrouw. En natuurlijk de mensen van ETT. Zij spelen, als het goed is, nog even door. Wij nemen afscheid van jullie. Tot de volgende keer. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rosette en Cyber Media World.